Erika Terpstra. Erika Terpstra. En wij gaan gelijk door naar Café De Wereld. Hoe gaat het, Theo? Kloten. Oh, is dat goed of slecht? Goed. Fijn is slecht. Net zoals cynisch tegenwoordig voor gevoelig staat. En andersom. Oh, dus je draait alles om. En dat is dan cynisch bedoeld, neem ik aan? Nee, gevoelig. Gevoelig is cynisch, snap je? En ik draai het niet om. Ik zet het recht. Ja, ja. Nou, zal ik dan maar een omgekeerd leeg glas bier van je terugnemen? Heel graag, Henk. Ik bedoel, pleur op. Wat moet ik met die bocht? Mag ik aanschuiven? Natuurlijk, neemt u plaats. Kan ik u een klein glaasje aanbieden? Nee, ik ben in functie. Of doe toch maar een klein kopstootje. Ik moet nog mijn hoedje op de kapstok mikken straks. Het gaat beter naar een kopstootje. Ah. Een duvel en een dubbele courvoisier graag. Maar u bent? Harry Molis, met SCH. Ja. Zoals de schrijver. Dat ben ik namelijk. Ach, u bent Harry Molis. Aangenaam, de kok. Ja. Met C om CK. Ja. Nooit wat van u gelezen. Ah. Ik hou het bij baantje. Heeft u ooit een detective geschreven? Nou, ooit gehoord van de ontdekking van de hemel? Nee, ik ben meer van de onderwereld. Drugs, vrouwenhandel, kinderporno, wapens, you name it. Ach. En allemaal in de baas tijd. Ja. Maar goed, de ontdekking van de hemel. Interessant hoor. Mm-hmm. De hemel, nee. De hemel is mijn wijk niet. Oh. Ik word nu gesponsord door Wedgwood. Au. Ik weet bij God niet waarom. Omdat je een bord voor je kop hebt, Michiel. En doen onze zuidenburen nog wat aan sponsoring? Zeker en vast. Ik word gesponsord door het Vlaams Blok. Maar waarom? Om de wereld eindelijk te verwittigen van het feit dat niet alle Belgen dom en recht zijn. Er zijn ook andere Belgen. Belgen zoals ik. Oh ja, Belgen die dom en links zijn. Precies. Wisten jullie eigenlijk dat ik ook gesponsord word? Ja, door een groot biermerk. Nee. Door een frisdrankengigant? Ook niet. Door een of andere zoutjesfabriek? Weer mis. Ik geef het op. Ik ook. Door het gemeentelijk riool? Pardon? Pardon. Ja, ze zijn altijd blij als Haas weer een avond komt drinken. Want het scheelt hun weer een extra doorspoelbeurt. En daar staat dan weer wat tegenover. Begrijp je wel? Zo, Paul, wat vinden onze zuiderburen eigenlijk van de situatie in Irak? Zeer begaan, Jeltje, mag ik wel zeggen. Het was waarachtig net België. De Koerden zijn een soortement van Balen. En Saddam, ach, dat was net een soort Dutroux, eigenlijk. En nu, na de bevrijding? Het is nog steeds precies België. Ze hebben de grootste boef bij de kladden. Maar veroordelen, Omar. Ach, weet je, mijn imago is niet zo best. Wil de tabaksindustrie je dan niet sponsoren? Nee, een tevreden roker is geen ongestoker, zeiden ze. Maar ik heb morgen weer een gesprek. Oh, met wie dan? Predictor! Oeps, als hij maar niet van mij is. Nou, voor jou zeker. Sorry, meneer Van Ende, ik heb een arrestatiebevel tegen u. Een arrestatiebevel? Dat moet een misverstand zijn. Zeker niet. Het gaat hier om de moord op de goede smaak. En nou, oppassen, hè, de kok. Anders kan je meteen ook de moord op je eigen tv-serie gaan onderzoeken. Oh. Was maar een grapje. Een probeerseltje. Me bekie, waar blijft dat broodje ei voor meneer Jambers? Als je nog langer wacht, wordt het een broodje piepkuiken. Maar wel, Henk. Ik kom graag eens een reportage maken in uw schone etablissement. Oh, wat leuk. Waar gaat het erover? Over moderne slavernij. Nou, dan moet je niet hier zijn, maar bij mij thuis. Kan je filmen hoe mijn beekje me elke avond in de boeien hangt. En dan die taal die hij uitslaat. Dan konden die mannen van de VOC nog een puntje aan zuigen. Dat is toch hele wereld.